Ik ben Sienna, ik ben een tweedejaars student op de opleiding Engineering en vandaag ga ik je laten zien hoe wij onze voertuigen op waterstof bouwen. Gaan jullie mee? Dit is in de basisdag van de HVA. Hier werken studenten in teams aan projecten en oplossingen voor duurzame energie om de wereld een stukje schoner te maken. Hierbij kun je denken aan onze boot op zonne-energie, maar ook onze waterstofauto. Zo'n team bestaat bijvoorbeeld uit een ontwerper die bepaalt hoe zo'n voertuig eruit komt te zien. Een mechanical engineer die de onderdelen ontwerpt, maar ook maakt. De elektrotechnicus die er eigenlijk voor zorgt dat alle elektronica en zo'n voertuig naar behoren werkt. Hoe werkt dat dan? Deze waterstof gaat door de brandstofcel. Hier wordt de energie opgeslagen. En dit zorgt er dan weer voor dat het voertuig kan gaan rijden. Met voertuigen zoals deze doen wij ieder jaar mee aan wedstrijden in bijvoorbeeld Londen en Monaco. Wat hier dus het echt super tof aan is, is dat je samenwerkt aan deze projecten. En ook echt hele coole dingen uiteindelijk maakt. Nou, hoe tof is dat? Wil je nou echt een goede indruk krijgen en een beetje het sfeertje mee pakken van de school? Schrijf dan nu in hieronder voor de open dag. Dat gaf voor mij echt de doorslag om voor de opleiding te kiezen. Kom je ook?